Goedemiddag en welkom bij Alles Goed. Fred Verhagen geeft les aan de Provinciale Tuinbouwschool in Kortrijk. Maaike is een van zijn leerlingen en zij komen vertellen over een bijzondere workshop, bloemschikken voor blinden. Ja, Fred en Maaike, welkom. Bloemschikken voor blinden, wat kan ik me daarbij voorstellen? Dat lijkt me iets heel erg ingewikkeld. Ja, ingewikkeld misschien wel, maar het is eigenlijk de bedoeling dat de leerlingen van de afdeling bloemsierkunst van het laatste jaar, ik geef les, ik ben één van de leerkrachten bloemsierkunst, dat ze de mensen, dus die slechtziend zijn en blind zijn, begeleiden tijdens een workshop. Ja. Dus gewoon om een keer te zien naar de interactie met die mensen. Je moet ook weten dat Maaike is een van de laatste jaars, dus hopelijk straks afgestudeerd, Maaike. Waarschijnlijk wel, denk ik. En ze zitten ook straks op de arbeidsmarkt. Ja. Dat wil zeggen, ze komen in contact met de gemakkelijke klant, de moeilijke klant en zo. Mm-hmm. En sociale vaardigheden spelen ook een heel belangrijke rol in het gegeven van bloemschikken. En Maaike is al bezig, zeker? Wat ben je juist aan het doen, Maaike? We maken eerst op een kartontje met raffia voor het omhulsel van dit bakje te maken. Dat je zo het groen van het bakje niet meer ziet, dat is mooier. Ja. En de handeling voor dat gaat ook wel gemakkelijk gaan. Ja, bij de voor blinden. Die blinden. Ze kunnen echt wel ook voelen waar dat ze zitten en waar dat ze nog niets hebben gedaan. Ja, want jullie moeten jullie bloemstuk waarschijnlijk aanpassen dan aan het feit dat die mensen niks zien. Ja. Het wordt volledig aangepast. Het is ook zo dat dus de leerling, één leerling zit bij één slechtziende of blinde persoon. Ja. En ook aan dezelfde kant. Mm-hmm. Het bakje komt in de midden te staan. En dan het mes, de schaar, dat ligt altijd op dezelfde plaats. Ja, dat is ook dus belangrijk. Het moet een automatisme worden voor die mensen. Want het is eigenlijk de bedoeling dat zij begeleid worden door onze leerlingen, maar in feite dat zij het bloemstukje maken, ook de bloemen gaan aansnijden. Ja, ja. Moet je dan ook die kleuren van die bloemen, die blinden kunnen dat ook niet zien, hoe ga je daar dan mee om? Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Maaike, heb je daar al een idee van? Voor de kleuren? De kleuren, ja. Of vertellen jullie dan, of vragen de blinden dan zelf of de slechtzienden aan jullie welke kleuren ze het liefste zien? Of, Sommige mensen hebben geen besef van kleur, andere dan misschien wel weer wat meer. Ik heb dat ook gevraagd aan die persoon die is komen uitleggen, van mogen we daarover babbelen? Ja. Je moet een beetje oppassen dat je niets mis zegt. Tuurlijk, Maar die mevrouw zei dat ze dat zelf wel aantonen en zeggen wat ze zien, wat ze niet zien en zelf ook veel vragen erover zullen stellen. Ja. In dit geval hebben we gewoon een modebewust bakje genomen. Ja. Dus chocoladebruin is in, met de warme tinten zo. En wat we ook gedaan hebben, zijn bloemen. We gaan bloemen nemen met een sterke stengel. Ja. Dus moesten ze een keer moeten opnieuw prikken, dat gemakkelijk. Vandaar dat we voornamelijk rozen gaan gebruiken. Ja, dat is heel belangrijk. Assortiment rozen, aangevuld met hypericum en hier met een beetje lentisco. Voor die mensen is dat iets totaal nieuws. Ze zullen waarschijnlijk alles aanraken ook, want dat is hun manier van zien. Het is op het gevoel. Blijkbaar alles op het gevoel en op het gehoor. Ja, dus hetgeen dat zij of dat wij zien, gaan zij horen. Dus in feite, voor de leerlingen is het een schitterende ervaring. Hoe is dat in feite gekomen? Dus wij zijn heel regelmatig op beurzen met onze leerlingen. Mm-hmm. En op een of andere beurs waren wij eens aanwezig en naast ons waren ook de mensen van de Braille Liga. Mm-hmm. En onze leerlingen waren daar kinderbloemschikken aan het geven. Ja. Dus de omgang met kinderen, met kleine mannen, met kleutertjes. En zo is het contact gekomen. Ik zeg, wij geven ook bloemschikken voor bejaarden. Ja. En in feite weer een nieuw element. Diverse blinden gebruiken die omhang, aan die sociale vaardigheden en zo. Dus, dat is wel heel leuk. Dus jullie zijn op die manier bij de mensen van de Braille Liga terechtgekomen dan? Ja, op een of andere beurs waren we heel de dichte, of buren in feite. Ja. Je ziet het bloemstukje groeien. Wat ook duidelijk opvalt is, Maaike maakt het bloemstukje hier in dit geval dus van links naar rechts. Ja. Normaal, in normale omstandigheden, ga je eerst je bloemen gaan verdelen over het volledige bakje. Dus we gaan ook heel duidelijk, dus die blinden, we denken dat ze continu gaan aanraken en zo iedere keer gaan opschuiven. Voelen waar ze zitten. Voelen waar ze zitten en zo ondertussen ook een goed beeld krijgen van waar zijn we en hoe ver zijn we nu al met onze bloemen. Dus dat is echt een andere manier van werken ook. Welke bloemen heb je nu gebruikt, Maaike? Het zijn hele mooie. We werken allemaal met verschillende rozen. Ja? Dan een beetje hypericum.
dat appeltje nog? Een gewakst appeltje. Een gewakst appeltje. Ah, ja. Voor een beetje de kleur van het... Dat is een echte appel dan, of niet? Dit is een echte appel die inderdaad in was gedompeld is. Ja, dat is mooi. En er, kijk, we gebruiken ook bijvoorbeeld een blad. En zo'n blad is eigenlijk te groot voor in een bloemstukje. Ja. Maar ook de handeling, kijk, het plooien van het blad. Gewoon dichtplooien. Moeten de mensen dan ook niet wel een beetje handig zijn? Oh, misschien wel, maar het is... Kijk, maar ze krijgen ook hulp, les in het eerste jaar bloemstierkunst. In feite kunnen alle leerlingen instromen bij ons na een vierde jaar. Ja. Van om het even welke school. Ja, ja, ja. Dus als de leerlingen dat stap voor stap kunnen aangeleerd worden, dan denk ik, met zijn goede begeleiding, en ben ervan overtuigd dat onze leerlingen dat schitterend gaan doen maandag. Ook. Kijk, dan gaan ook die blinden tot zoiets in staat. Tot iets moois kunnen. Het is een uniek project. Het klinkt heel leuk. Dank u. Maaike, zie je het zitten om met die mensen samen te werken? Absoluut. Ja. Het is een ervaring, een nieuwe ervaring. Mm-hmm. Iets dat je... Ja, dat ga je altijd bijblijven. En ook, iets kunnen betekenen die dag voor die mensen, zie ik enorm zitten. Dat is heel belangrijk. Ja. Het is een heel mooi kunstwerkje geworden. Het is bijna af. Het is bijna af. Ik wens jullie heel veel succes en ik ben er zeker van dat die mensen die niet zo goed zien of blind zijn, een leuke namiddag zullen hebben bij jullie. Creativiteit troef, zou ik zeggen. Dat zeker. Dus, en dat zijn de leerlingen van de afdeling bloemstierkunst. Misschien ook nog een keer vermelden dat vanaf volgend jaar noemt de afdeling niet meer bloemstierkunst, maar groendecoratie. Groendecoratie. En we zijn de enige school in West-Vlaanderen die de aanvraag ingediend hebben om dus van naamsverandering bloemstierkunst naar groendecoratie. Ik zou zeggen voor alle creatieve West-Vlamingen, één adres. Allemaal inschrijven. Provinciale Tuinbouwschool. Dat is mooie reclame voor jullie school. Dank u. Goed, veel succes nog en dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.